lekker dan. De vrije avond. Dan kruip ik door de tuinen van kasteel Drakenstein voor de foto van de eeuw. Als we deze foto klikken, dan zijn we rijk. Ja, ja, ja. Oh, mijn lieve Beatrix. Eindelijk zien we elkaar er weer. Oh, Klaus. Heeft iemand je gezien? Nee, nee. Zeker niet. Oh, gelukkig. Kom mee. Snel de tuin in. De tuin? Ja. Prinses Beatrix is verliefd. En dat heb ik via de tuinman, via iemand uit de keuken. Ja, ja, ja. En als ze ons betrappen, dan kom ik op de zwarte lijst van de Oranjes. En als we de foto maken, dan staat die morgen in alle kranten. Ik wil naar huis. Oh, lieveling. Hoe lang moeten we elkaar nog in het geheim ontmoeten? Geduld, lieve Klaus. Geduld. We moeten het eerst aan mama vragen en daarna aan de premier. Zie je nou? Maak die foto dan. Of toch, er zit toch geen filmpje in? Hoe kan ik dan gluns? Oh, lieve Beatrix, ik kan niet wachten. Oh, ik ook niet, Klaus. Oh, kijk, wat een mooie rhododendron. Schitterend, schitterend. Net als jij. Oh, Klaus. Klaar. Oké, nou, schiet op dan. Nee, 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 wacht, wacht, wacht. Hij draait zich om. Staat hij met zijn rug naar een stoel, daar hebben we niks aan. Nu staat zij voor hem. Ja, nu, nu! Te laat! Voor jou. Oh, lieveling. Doe nou, kom op. Wat hoor ik daar? Een konijntje? Hallo, wie is daar? Nu, nu, nu. Yes, we hebben hem! De foto van de eeuw! En nu, holler! Stop! Waar? Dat is mosquito, schorrie, morrie! Oh! Paparazzi! Oh. Beatrix, laat ze maar. Morgen weet iedereen dat wij bij elkaar horen. Klaus, je hebt gelijk. Zoals altijd. Oh, dat is de tol van de roem, hè. Altijd roddelpers. Ja, Maarten, wees maar blij dat je onbekend bent, ongetalenteerd, ongeliefd. Ja, nou weten we het wel.